Eigenlijk wilde ik altijd al graag iets doen voor een organisatie die zich inzet voor natuur en dierenwelzijn, et cetera. Dus het zat sowieso al heel duidelijk in het vat. En toen kwam een goede vriend van mij daarmee. En toen die linkte mij aan de website greenwire.nl. En toen ben ik even gaan kijken. Dacht ik, nou, fluitje van de cent, je kan je zo aanmelden en beginnen. Je ziet mij voornamelijk vrijwilligerswerk doen voor Greenpeace op festivals, omdat... los van het feit dat je daar staat natuurlijk om iets uit te dragen, iets te doen voor een duurzamere wereld. Voor milieu, dieren en mensen uiteindelijk. Los daarvan is het ook gewoon ontzettend leuk op festivals. Het online platform van Greenpeace, greenwire.nl, is, ik vind het een ontzettend makkelijk medium om gewoon, het is overzichtelijk, je logt je in, het is als een social media account. Greenwire is echt enorm verslavend, omdat ik een best wel druk rooster heb met mijn studie. Ik betrap mezelf regelmatig op dat ik gewoon constant wil gaan kijken van, is er nog wat te doen binnenkort, is er nog wat leuks? Heel veel mensen denken dat als je vrijwilligerswerk of werk voor Greenpeace doet, dat actie voeren, in de zin van echt een actievoerder, dat je op een bootje gaat, dat dat het enige is wat er is. Maar dit is absoluut niet. Je kan zeg maar in gesprek gaan met mensen, je kan op de achtergrond kan je meehelpen met acties. Je kan in zo'n berenpak klimmen als je wilt. Dus ja, ik ben er wel erg sterk van overtuigd dat er voor iedereen wat is. Het leukste aan het vrijwilligerswerk bij Greenpeace vind ik dat je met een aantal geëngageerde mensen, variërend in leeftijd van zeg maar 15 tot 50, van 14 tot 80, noem maar op, bezig bent met iets wat niet alleen zinvol is, maar ook heel erg belangrijk. Als vrijwilliger bij Greenpeace heb je eigenlijk een enorm scala aan mogelijkheden. Je kunt meehelpen in de keuken tijdens acties. Je kunt spandoeken maken, op festivals staan als voorlichter. Als voorlichter bij jongere kinderen, maar ook bij bedrijven voorlichtingen geven. Enorm divers, erg leuk.